Vandaag is het zover. Het is jouw kans om Pokémon Shield voor de Nintendo Switch te winnen. Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En de afgelopen weken zijn er 4 video's voorbij gekomen met de meest bizarre beschrijvingen van Pokémon in de Pokédex. In deze video's zijn er plaatjes van Pokémon voorgekomen die niet met het verhaal te maken hebben. Als jij al die plaatjes hebt gevonden en vandaag weer de juiste plaatjes vindt van Pokémon die niet in deze video thuis horen, zet dan dat hele lijstje met Pokémon hieronder in de reacties en dan maak jij kans op Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Ik mag er maar 1 weggeven en ik neem contact op met de winnaar. Dus hou de reacties hieronder goed in de gaten. Let's go! En we beginnen vandaag met de beschrijving van Houndoom in Pokémon Gold. If you are burned by the flame it shoots from its mouth, the pain will never go away. Als jij verbrand raakt door de vlammen die hij met zijn mond schiet, dan zal die pijn nooit voorbij gaan. Yo, ik vind Houndoom echt een badass. Het zou echt een Pokémon zijn die ik graag in mijn team wil hebben. Maar nu ik besef dat de vlammen zo bizar zijn die hij spuugt, ja, dat wordt wel een lastig verhaal. Kijk, het is een hond. En stel je bent je hond aan het uitlaten en hij krijgt ruzie met een andere hond. En vervolgens doet hij even... Dan verbrandt hij die andere hond en dan gaat die pijn dus nooit weg bij die andere hond. Dat is super zielig. Dus ja, hoe moet je nou omgaan met zo'n Houndoom? Dit lijkt me best wel lastig. Dit is echt een dilemma. Weet je, we gaan gewoon door naar Mimikyu en zijn beschrijving in Pokémon Sun. Mimikyu! Its actual appearance is unknown. A scholar who saw what was under its rack was overwhelmed by terror and died from the shock. Oké, dus niemand weet wat een Mimikyu eigenlijk is. Hieronder zit van alles en nog wat. Kijk, het lijkt net een Pikachu. Hij heeft ook zo'n staart als Pikachu, maar het is niet echt een Pikachu. Zijn ogen zitten dus hier en niet hier. En niemand weet wat hieronder zit, want er was 1 iemand die dat gezien heeft en die is doodgegaan. Een Mimikyu lijkt zo schattig. Dit lijkt me nou eigenlijk wel een leuke, vriendelijke, lieve ghost-type Pokémon. Ja, alleen moet je dus nooit onder zijn vermomming gaan kijken, want dan loopt het niet goed met je af. Wisten jullie trouwens dat Mimikyu eigenlijk gewoon heel graag op een Pikachu wil lijken? Hij wil gewoon vriendjes, maar hij heeft geen vriendjes omdat het zo eng is. Eigenlijk super sad, Mimikyu. Oké, door met de beschrijving van Komala in Pokémon Sun. It is born asleep and it dies asleep. All its movements are apparently no more than the result of its tossing and turning in dreams. Komala slaapt gewoon altijd, zijn hele leven, gewoon totdat hij doodgaat. Oké, maar wacht even, ik heb 1 vraag. Hoe komen er dan eigenlijk nieuwe Komala's? Ik bedoel, in je slaap kan je toch niet een ooievaar laten komen of zo? Dit is raar. Dit begrijp ik niet helemaal. Ik moet het even een keer gaan vragen aan Moeder Natuur hoe dit nou precies zit. Ik vind trouwens wel heel jammer dat Komala geen evolutie heeft. Want ik vind Komala wel echt een hele schattige Pokémon. Oké, door van de schattige Komala naar Grusslord in Pokémon Moon. A dangerous Ultra Beast. Een gevaarlijk Ultra Beast. It appears to be eating constantly. Hij eet alleen maar heel zijn leven. Komala slaapt heel zijn leven. Grusslord eet heel zijn leven. But for some reason, its droppings have never been found. Ja, kijk, weet je, als je eet, dan moet je poepen. Is een logisch gevolg. Zo werkt het nou eenmaal in een lichaam. Maar Grusslord eet zijn hele leven en hoeft niet te poepen. Zo, dit is super handig. Misschien wil ik ook wel een Grusslord zijn. Dit is echt een ability waar je wat aan hebt. Je hoeft nooit naar de wc. Weet je hoe handig dat is? Ja, dat zou jij ook wel willen, hè, met je carp. Eten, 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 niet poepen. Ah, hem boeit het ook niet. Hij poept gewoon in de zee. Lekker belangrijk. Ja, dus Grusslord, de ultieme ultrabeest... die niet hoeft te poepen. Door naar Xatu in Pokémon Ruby. Xatu stands rooted and still in one spot all day long. Wow. People believe that this Pokémon does so out of fear of the terrible things it has seen in the future. Xatu staat dus de hele dag stil op 1 plek. En mensen geloven dus dat hij dat doet omdat Xatu verschrikkelijke dingen heeft gezien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij is gewoon een soort van verstijfd van angst of zo. In een van mijn vorige video's had ik het over Yveltal. Dat was ook al zo'n bizar verhaal over het einde van de wereld. En Xatu heeft dat dus misschien wel gezien. Ja, ben je lekker mee als je dat weet. Maar ik snap deze Pokémon ook niet helemaal. Want als je nou zoiets verschrikkelijks hebt gezien, dan maak je toch juist het beste van je leven? Of ligt dat nou aan mij? Ik bedoel, als ik weet dat er over 5 weken iets ergs gaat gebeuren, dan zou ik denk ik nu gaan proberen om het maximale te genieten tot die 5 weken, zeg maar. Maar Xatu denkt, nee, ik blijf gewoon stilstaan. Het zou niet mijn manier zijn. Oh, snap, we hebben hier Froslass. In Pokémon Sun, dit is niet oké. The soul of a woman lost on a snowy mountain, possessed in an icicle, becoming this Pokémon. The food it most relishes is the souls of men. Er was dus een vrouw die is verdwaald in een sneeuwachtige berg. Haar ziel is bezeten in een
ijsachtige sculptuur ding. En dat is deze Pokémon geworden. Deze Pokémon was vroeger een vrouw. Als je aflevering 1 van deze serie kijkt, dan weet je dat het niet een uitzondering is dat een mens uiteindelijk een Pokémon wordt. Dat gebeurt vaker, helemaal gestoord. Maar dit is dus een verdwaalde vrouw die gevangen werd in ijs en dat werd een Pokémon, dat werd Frostlass. En dan denk je dat het ophoudt, maar nee. Het voedsel wat deze Pokémon het lekkerst vindt, is de ziel van een man. Dus dan ga je als man zijnde ook naar de Mount Everest en dan krijg je last van een Frostlass en dan is het klaar met je ziel. Ah, zoveel Pokémon houden van zielen van mensen, jongen. Dit is echt niet normaal. Nee, Frostlass, ik zou jou niet in mijn team nemen, denk ik, als man zijnde. Dan Sliggoo in Pokémon Sun. It is trouble drawing a line between friends and food. Hij heeft moeite om zijn eten van zijn vrienden te onderscheiden. It will calmly try to melt and eat, even though it gets along with well. Dus bij Sliggoo is het nog een soort van schattig, want het is helemaal niet bewust. Hij heeft gewoon moeite om zijn vrienden van zijn eten te onderscheiden. Hij houdt gewoon heel erg van eten en dan zitten zijn vrienden ernaast en dan eet hij per ongeluk zijn vrienden op. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens doen. Dat je zo honger hebt dat je je vrienden opeet. Zelfs als die je gewoon heel erg mag, hè. Als die echt denkt van, jij bent mijn beste vriend. Dan gaat hij je misschien toch per ongeluk opeten. Kijk maar uit als je de trainer bent van een Sliggoo. Deze vind ik nog wel een soort van grappig of zo. Dan Parasect in Pokémon Yellow. The bug host is drained by the energy from the mushrooms on its back. They appear to do all the thinking. Oftewel, er zit heel veel energie in de paddenstoelen op de rug van een Parasect. En Parasect denkt niet zelf met zijn hoofd, nee. Die paddenstoelen, die doen al het denkwerk voor Parasect. Dat is wel super handig. Stel, ik heb dit kussen. En dit kussen groeit op mijn buik. En dit kussen denkt voor mij. Ik hoef zelf helemaal niet meer na te denken. Dit kussen doet het denkwerk en alles gaat automatisch. Oh, wat heb je dan een rustig leven. Ik ben misschien wel een beetje jaloers op Parasect. Ik wil dat ook. Alhoewel ik wel een paar kilo's ben aangekomen nu, geloof ik. Nou, toch maar niet. Door naar de volgende. En we hebben er nog maar twee. En de eerste daarvan is Beware in Pokémon Moon. Dit Pokémon has the habit of hugging its companions. Oké, top, gezellig. Deze Pokémon die houdt gewoon van knuffelen. Dat is toch leuk? Wat is hier nou mis mee? Er is helemaal niks mis mee. Many trainers have left this world. After their spines were crushed by his hug. Beware, die knuffelt zo stevig dat hij gewoon je ruggengraat breekt. En als je je ruggengraat breekt, jongens en meisjes, dan heb je een probleem in het leven. Ah, lekker dan. Oh, dan denk je van, oh, kom maar even lekker knuffelen. Kraak! Team Rocket, kijk maar uit voor jullie Beware. En dan hebben we hier de allerlaatste beschrijving van een bizarre Pokémon in de Pokédex. En dat is er een van Pelosand. En dat is wel een goede om mee af te sluiten. Dit staat in Pokémon Moon. Buried beneath the castle are masses of dried up bones from those its vitality it has drained. Dus dit is een heel mooi groot zandkasteel. Echt super groot. En blijkbaar hebben daar mensen in geleefd of gewoond of gespeeld. En dat is niet zo goed afgelopen. Want onder dit kasteel liggen allerlei botten van mensen. What? Pokémon zijn bizar. Sommige zijn super onschuldig. Maar sommige zijn ook echt badass. Ik zie gewoon een heel kerkhof aan botten vormen onder zo'n Pelosand. Holy moly. Woe, dit was echt bizar. Ik heb zelf superveel geleerd van deze video's. Ik ben benieuwd of jullie hier ook wat van geleerd hebben. Ik denk dat de grootste les is dat psychische en spookpokémon toch wel het best vermeden kunnen worden. Als Pokémon echt zouden bestaan. Ja, want die hebben vaak toch een dubbele agenda. Er gaat toch vaak even iets mis in dat koppie. Maar wat hopelijk wel goed zit in jullie koppie, is een lijstje van de Pokémon plaatjes die zijn voorgekomen in deze vijfdelige serie van Pokémon die hier helemaal niet thuis horen. Als jij denkt dat je alle Pokémon hebt gezien die niet thuis horen in deze vijf video's, plaats dan een reactie hieronder met al deze Pokémon en dan maak jij kans op Pokémon Shield. De winnaar krijgt vervolgens een reactie op zijn of haar reactie van mij en daarin staat hoe je je prijs kan claimen. Dus hou de reacties onder deze video goed in de gaten en misschien win jij dus wel Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Als je dit nou tof vond en als je vaker van dit soort leuke acties op dit YouTube kanaal wil, doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer ook op mijn kanaal en zet even dat belletje aan, hè, want dan krijg je continu een melding van als er een nieuwe video komt. Ik ben benieuwd naar welke starter jullie gaan kiezen als die uitkomt. Ik ga zelf voor Grookey of Sobble, denk ik, maar Scorbunny is ook heel erg leuk. Wil je mij live zien gamen? Wil je mij dat avontuur live zien aangaan? Volg me dan ook op twitch.tv/Rickettu en dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel! Muzzle!